Je ziet het, we proberen een kerstboom te bouwen. Proberen te bouwen? Ja, het is een concept die we hebben uitgewerkt als bedrijf. We hebben het natuurlijk al een tijdje in mind, maar de vraag was, gaat dit werken? Maar u ziet het resultaat. We zijn met man en mag bezig om de constructie uit te zetten en daarnaast ook de boom aan te kleden. Dus daarom zeg ik, we proberen het. Wij zijn natuurlijk ook hals over kop gemeld dat we een kerstboom moeten bouwen of moeten proberen te bouwen vanwege het feit dat dat de andere boom helaas was afgemeld. Maar dat geeft niet. Wij zijn Surinamers, we zijn natuurlijk heel creatief. We proberen van alles te doen. En daarom hebben we geprobeerd om toch snel iets in elkaar te zetten. En te kijken van, hey jongens, wat zullen we doen? Het ziet er heel erg duur uit. Hoeveel kost dit project u? Op kosten kan ik nu even niet ingaan. Reden waarom? Omdat heel veel van onszelf is. Het is ons eigen materiaal. Materiaal aanschaffen, het is allemaal rental materiaal die wij zelf in stok hebben staan. Waar wij ook grote evenementen mee hebben gedaan, waaronder bijvoorbeeld een Pagua enkele jaren terug. Ja, toen hebben we Taj Mahal geprobeerd na te bootsen. Carifesta heb ik ook gehad. Dat was het complete 3D videomapping, lichtshow en het complete rattenplan op het Onafhankelijkheidsplein. Daar heb ik me 7 à 8 maanden voor op voorbereid. Hier heb ik me pas een maand op voorbereid, helaas. Maar ik denk als ik ook die 7 à 8 maanden voor kerst had gekregen, was het wel misschien iets anders geworden. Maar we moeten toch aankijken tegen iets wat leuk begint te lijken, denk ik, hoop ik. En laten we kijken wat we in de toekomst nog hieruit kunnen halen. Natuurlijk zijn hier kosten aan verbonden, maar dat kan ik zo 1, 2, 3 niet uit het hoofd zeggen. Maar er zijn wel, het bedrijfsleven heeft wel hiermee ingespeeld. Dan heb ik het echt over bedrijven, ondernemers die ook graag hieraan meehelpen om dit voor elkaar te krijgen. Helemaal aan de top, ja, er komt een ster. Die gaan we waarschijnlijk vanavond daarop leggen. Een gift aan het overheid wil ik niet zeggen, maar wel een gift aan het volk toe. Suriname heeft veel potentie. We zitten al 2 jaar met COVID, dus ik vind het natuurlijk ook fijn dat wij ook onze kinderen, onze geliefden, onze families, vrienden en alle Surinamers hiermee blij kunnen maken.